Er is afgetrapt hier in het Abalenstra Stadion bij ontmoeting nummer 19 tussen Heerenveen en Sparta. Waarbij we natuurlijk hopen dat Sparta voor het eerst hier een keer een overwinning weet mee te nemen. Dat zou dus betekenen dat Sparta achtste eindigt in de Eredivisie en mee gaat doen aan die play-offs voor Europees voetbal. Nu misschien Sparta dat gevaarlijk kan gaan worden in deze wedstrijd voor het eerst. Oh, de bal! Ja! Lennartiti vanuit de korte hoek binnenschiet, zeg. Hallo! Wat een knal van die Lennartiti. Mulder staat erbij, kijkt ernaar, die denkt hij gaat in het zijnet. Maar het is Lennartiti die de bal snoeihard vanuit een vrije trap binnenschiet in de korte hoek, hoog achter Mulder. En zo is het Lennartiti met het eerste doelpunt in deze wedstrijd. 7 minuten onderweg hier in Friesland. En is het Sparta dat op een 1-0 voorsprong komt. Een geweldige goal van die Lennartiti. De vrije trap van Smeets gaat de 16 in. Lennartiti die denkt, ik ga gewoon proberen uit te halen in die korte hoek. En die schiet hem snoeihard achter Erwin Mulder. En Sparta op een 1-0 voorsprong op bezoek bij Heerenveen. Oh, Tor des Monats zouden ze in Duitsland zeggen. Goeie vrije trap van Brian Smeets die zo Lennartiti de 16 instuurt. Ja, dan denk je, daar gaat een voorzet komen. En hopelijk staat er dan een rood-witte vrij om die voorzet af te ronden. Maar die met links keihard. En dit is lekker om zo aan het duel te beginnen. Abels die gaat dan daar proberen tussen twee man door te gaan. Ik zou zeggen, verdediger gewoon afpakken en inleveren. Dat doet hij nu dan wel. Gaat dan naar Wouter Burger. En Wouter Burger met wat ruimte. Die kan gaan lopen. Nu in de as van de helft van Heerenveen gaat dan schieten. Die bal. Ah! Die denkt, ik ga maar eens schieten op dat doel van Mulder. En hoe, hoppatee. Hij schiet hem zo in de verre hoek. En komt Sparta op 2-0 op bezoek bij Heerenveen. Door de goal van Wouter Burger. Zijn tweede goal van dit seizoen. Maar hij krijgt daar een zee aan ruimte. En denkt van een meter of 23. We gaan het maar eens proberen. En die bal die gaat zo binnen achter Mulder. Ja, die staat erbij. En die denkt, wat gebeurt hier allemaal joh tegen Sparta? Nou, één ding is in ieder geval wel zeker. Sparta schiet twee keer op doel. En Sparta staat op 2-0. Ja, Burger wil terug naar de Kuip. Letterlijk en figuurlijk. Dus die denkt, ik schiet er maar binnen. Dan hoef ik niet volgend seizoen terug naar de Kuip. Maar kan ik dit seizoen al terug naar de Kuip? Ja, 2-0 voor Sparta. En dat betekent, als het zo blijft, dat het woensdagavond om 8 uur Feyenoord tegen Sparta is. In de play-offs, in de halve finale van de play-offs op Europees voetbal. Maar wat een heerlijke goal was dit. Die moet daar dan het duel proberen te winnen. Die wordt daar in zijn rug geduwd. Geen overtreding. En dan gaat hij ook nog op zijn hoofd staan. Die Bogniewicz. Maar het spel mag door. Als dan de voorzet gegeven wordt. Richting de eerste paal. Weggekopt nu door Sparta. Gaat de aanval wel door. Siem de Jong gaat draaien. Gaat schieten. En schiet de bal binnen. En zo is het daar de aansluitingstreffen van Heerenveen. Door de goal van Siem de Jong. En is het zijn vierde treffen van dit seizoen. Maar veel belangrijker natuurlijk. Met nog 24 minuten te gaan. Die 1-2 op het scorebord. Zal Sparta toch het kopje erbij moeten houden. En zie ik dat de Okoye nog een beetje aan zijn heup staat te friemelen. Maar is het Heerenveen dat hij misschien weer wat vertrouwen uit weet te putten? Bij de club zullen ze ongetwijfeld blij zijn. Want als zij net iets hoger eindigen, levert dat de club ruim 3 ton aan tv-gelden op. Maar dat interesseert ons niet. Wij willen dat Sparta die overwinning over de streep trekt. Om die achtste plaats veilig te stellen. Maar er mag daar gevoetbald worden in de 16. En Siem de Jong die trapt de bal dan binnen. En zo staat het nu ineens 1-2 bij Heerenveen-Sparta. Maar daar gaat het laatste fluitsignaal komen. Het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Manschot. En dan gaan de handen in de rood-witte shirts die gaan omhoog. De armen in de rood-witte shirts om precies te zijn. Het is Sparta dat voor het eerst in de geschiedenis een competitiewedstrijd in Heerenveen weet te winnen. Na 18 keer niet gelukt te zijn. Hè, gelijke spelen en veel nederlagen is het nu wel zover. Sparta wint met 2-1 van Heerenveen. En Heerenveen een overwinning die heel veel consequenties heeft. Want Sparta gaat de play-offs om Europees voetbal. Ik zei het al eerder, T. Burger en De Jong, de doelpuntenmakers. En het feestje wordt gevierd in de middencirkel. Een rood-wit feestje. Alle spelers verzamelen zich daar, ook de technische staf. En wij gaan beneden om interviews te maken en het feestje mee te vieren. Sparta sluit een regulier seizoen fantastisch af. En zien we woensdagavond terug in de Kuip. Feyenoord tegen Sparta. Play-offs, Europees voetbal. Sparta, gefeliciteerd.